functie op een ongeluk, een inbraak of een brand. Er moet er iets heel spannend zijn, want het is voor in de krant. Johan Poffers, vogelaar nummer 1 van de gemeente Hardenberg. We staan op de Amaliabrug. Het is het centrum van Hardenberg en de Maaslanden. Het is een bijzondere brug, niet alleen voor de mensen die er gebruik van maken, maar ook voor de vogels. Want wat is hier onder de brug? Onder de brug is onder andere een dertigtal nestkastjes voor de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Die ook een plekje kunnen bemachtigen, zeg maar, onder de brug. Want we bouwen allemaal wel bruggen, denken erbij niet na van dat we voorzieningen kunnen maken, met name ook voor dat soort gevogelte. Het is zeker een meerwaarde als 's avonds of in de zomer die vogels vliegen onder de brug op en neer. Dat is prachtig mooi om te zien. Het stadsvogelproject, daar scoort gemeente Hardenberg mee. In november zelfs een landelijke nominatie. Wat is dat stadsvogelproject nou eigenlijk? Nou, in 2002 ben ik begonnen toen de gemeente begon uiteindelijk met de plannen te maken voor het masterplan. Toen heb ik ingesproken. Het centrumplan. Ja, het centrumplan heb ik ingesproken bij het college. Dan heb ik ook gevraagd van als jullie nou overal toch nieuw gaan bouwen, van denk dan ook eens aan een ruimte voor vogels in de stad. Er verdwijnt ontzettend veel door sloop. En er komt eigenlijk nauwelijks iets voor terug. Dat is een heel groot probleem in heel Nederland. Ik heb hier lokaal aandacht voor gevraagd en uiteindelijk is toen een stadsvogelproject geboren. Er is heel veel aandacht geweest, met name door mij de afgelopen jaren, voor de vogels in de stad. Er is een hele mooie brochure gemaakt, er is een hele mooie grote wand gemaakt. En gelukkig heeft het college van Hardenberg besloten afgelopen jaar aan de landelijke campagne Stadsvogels meer ruimte te geven in het stedelijk gebied. Heeft het college dus besloten om daar mee te doen. Wat houdt het concreet in? Een folder, een brochure, veel aandacht ervoor, maar zijn er ook concrete maatregelen genomen? Nou, er zijn zeker concrete maatregelen genomen. Uiteindelijk wordt nog in het hele masterplan wordt nu rekening gehouden met vogels. Hier onder andere de toren hier achter ons. Op een gegeven moment zitten een dertigtal gierzwaluwen. Bij het LOC zitten een vijftigtal gierzwaluwkasten. Op de Maas-Kussenbrink zijn ook een dertigtal huis- en boerenzwaluwkastjes opgehangen om de beesten daar ook een plekje te geven. Dat was voor Alsje bekend dat ze daar zaten. Het enige van waar we nog mee kampen is de huismus. De huismus heeft nauwelijks een voorziening hier in deze omgeving. Maar op 8 november aanstaande, dan wordt ook een vogelvideo gepresenteerd die het mogelijk maakt. Mussen onder daken geeft men toch meer plekjes te geven. Waarom zijn vogels zo belangrijk voor een stad of een dorp? Ze bepaalde mede ons levensgenot, althans zo zeker. Dat is er nou mooi, dan s'ochtends uit het raam te kijken of dan zitten wat vogeltjes op een heg of op een schutting of gewoon in de bosjes met elkaar te ravotten. Dat is toch het allermooiste van wat er is, althans dan in mijn beleving. Wat kunnen mensen er zelf aan doen? Mensen kunnen vooral zorgen van dat ze dus groene tuinen hebben. Als je een mooie groene tuin hebt met boskages waar dekking in zit. En wat nestkastjes schepen die ze gaan ophangen, schepen, is al voldoende gegeven om de plekjes, om de vogels een plekje te geven. We staan op de Amaliabrug. Dat is voor mensen tussen het centrum van Hardenberg en de Maaslanden de verbinding. Maar eigenlijk heb je voor dieren ook verbindingen nodig. En dat noemen we dan de ecologische hoofdstructuur. Wat is dat eigenlijk? Nou, de ecologische hoofdstructuur is uiteindelijk, we hebben in Nederland een netwerk aan natuurgebieden. En de EAS, kort gezegd, is de ecologische hoofdstructuur, verbindt deze grote natuurgebieden met elkaar. Het Vechtdal behoort tot dit ecologische systeem. De Vechtbrug op zichzelf, of de Amaliabrug, is een heel mooi voorbeeld hoe je gebieden met elkaar verbindt. Dus een woonwijk met het centrum. Uiteindelijk zou je dat voor het EAS-systeem in het Vechtdal opvoeden. Dus meer gebieden gaan creëren waar planten en dieren toch wel een voortbestaan hebben. En dat vergeten we met elkaar nogal eens. We maken allerlei plannen, maar vergeten uiteindelijk de planten en dieren in het Vechtdal waar het dan uiteindelijk om gaat, om deze toch een mooie plek te geven. Maar voor die planten en die dieren kunnen we geen brug bouwen of geen weg aanleggen. Hoe moet je dat met elkaar verbinden? Nou, een heel mooi voorbeeld is van de paddentrek elk jaar, de Rezenweg hier in Diffen, waar beesten dus vanuit hun winter verblijven, maar zo te zeggen, ze kruipen die weg onder het zand of onder de bomen. Op een gegeven moment de weg moeten gaan oversteken. Beesten worden dan massaal doodgereden in het voorjaar, omdat die padden daar volop trekken. Nu wordt daar in het najaar, met name door het IVN en de Staatsbosbeheer, komt daar een voorziening onder de weg door, zodat padden dus veilig de weg kunnen gaan oversteken. Dus ook een ecologische verbinding voor dit soort beesten. Het zijn hele kleine maatregelen die we moeten gaan nemen om ervoor te zorgen dat beesten toch een plekje houden in dit hele mooie landschap.
Een ander verhaal is van dat we moeten zorgen binnen het EI-systeem kleine ruimteverbindingen, graanvelden, maar gewoon groenstroken die binnen het hele ecologische systeem zijn, waardoor beesten, dus ook kleine zoogdieren, zich kunnen voortbewegen naar A naar B. Voor vogels zijn mobiel, die kunnen vliegen van A naar B, maar voor kleine zoogdieren, maar ook voor planten is het van groot belang van dat ecologische systeem dus intact blijft. Het gaat dan vaak om kleine dingen, een akkertje, een stukje bosgebied, dat soort zaken eigenlijk, niet grote, enorme, brede natuurgebieden. Ik heb onlangs gepleit op het bedrijventerrein in Broeklandomgeving om daarmee ecologie toe te passen door simpelweg in een waterbassin wat er wordt aangelegd om een eilandje aan te gaan leggen voor pleisterende vogels en kleine ruimteverbindingen langs sloten en deze dus niet heel kaal te gaan maaien het hele jaar door, maar één keer per jaar te gaan maaien of één keer per jaar dus met de cultivator door te gaan, zodat er wat ruimte ontstaat. Komen patrijzen op af, komen allerlei zangvogels op af. Ja, het is een heel kleine moeite, maar je moet wel even bij stilstaan aan denken en op een gegeven moment kost het uiteindelijk niets meer dan dat je dus elke week een grasmaaier geen met het gras laat maaien. Is de gemeente Hardenberg op de goede weg? Ik vind dat de gemeente Hardenberg op de hele goede weg is. Want? Ik vind dat de gemeente Hardenberg op de goede weg is omdat ze geen met oog heeft voor biodiversiteit, heeft oog voor stadsecologie. Dat is een mooi woord voor heel veel verschillende soorten planten en dieren leven. Uiteindelijk voor alle planten en dieren, daar hebben ze oog voor. En ik denk dat de gemeente Hardenberg dus echt op de goede weg is om te luisteren in ieder geval naar groene bewegingen. Om toch het hele landschap wat groener aan te gaan kleden. Dat zien we straks ook bij de uitbreiding van Maaslander 2. Er is nu al sprake van dat ze daar de vogelvriendelijkste wijk van Nederland willen gaan maken. Ik denk dat zijn nogal ambities, maar goed. Kijk, al bereik je maar de helft, dan heb je dat toch wel mooi in de zak.